Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie gaat nog 1 miljoen SRD aan boetes innen. Dit zei minister Reshma Kuldeep Singh vandaag aan journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsvrouw zegt dat het gaat om boetes van verschillende overtredingen, waaronder prijsopdrijvingen. De boetes zijn op verschillende vlakken verdiend. Het gaat erom dat mensen hun vergunningen niet in orde waren of illegaal alcohol verkochten, prijsopdrijvingen. Dus het zijn op verschillende trajecten geweest en in verschillende districten natuurlijk geweest. Dit is eigenlijk, ik heb het bekendgemaakt, het OM, we werken samen met het Openbaar Ministerie. Dus ik heb het bekendgemaakt, dit zijn de boetes die EZ binnen heeft gehaald. Er zijn nog meer hoor, er zijn nog meer. Ik heb zeker nog 1 miljoen die we nog moeten innen. Maar natuurlijk zitten we te kampen met vertalers. Want heel wat dingen zijn in het Chinees of iets dergelijks. Maar ik ben bezig met vertalers, tolken, om de documenten te vertalen. En wanneer dat zover is, hebben we nog 1 miljoen of iets meer aan boetes. De minister zegt verder dat haar ministerie te kampen heeft met tekort aan vervoer en manschappen bij de Economische Controledienst. Wat betreft het plaatsen van prijzen in valuta zegt ze dat dit alleen toegestaan is als de SRD-prijzen erbij vermeld staan. Als u mijn page heeft gevolgd, is er continu een bekendmaking dat de prijzen niet in US dollars mogen geplaatst worden. En als u in US dollars plaatst, moet u de SRD-prijzen ook plaatsen. En dan moet u elke dag de prijs veranderen, want de koers fluctueert elke dag. Dus het mag niet. Het is al bekendgemaakt en daarom als die overtredingen er ook zijn en als er ook geen prijzen zijn op de producten, worden daarop ook boetes gelegd. Kuldeep Singh merkt op dat de boetes in samenwerking met het Openbaar Ministerie opgelegd zullen worden aan de ondernemers. Het hangt dus van het gepleegde delict af. Ze vermeldt verder dat er een zeer strakke controle wordt uitgevoerd op de prijzen van schoolspullen.